Welkom aan Spellenzolder, leuk dat jullie weer kijken. En dit keer wil ik met jullie een blik werpen op Chimera Station, uitgegeven door Game Brewer. Het is een spel voor 2 tot 4 spelers waar je ongeveer 60 tot 90 minuutjes mee zoet bent. En in dit spel krijg jij de beschikking over een aantal chimeras, een aantal workers, en die gaan voor jou aan het werk in een space station. Ze gaan het space station ontwikkelen, maar ondertussen probeer je natuurlijk ook jouw workers te ontwikkelen door ze tentakels te geven of klauwen of bladeren, waardoor ze betere abilities krijgen en bepaalde taken dus zorgvuldiger uit kunnen voeren. Degene die uiteindelijk na 5 rondes de meeste punten weet te verzamelen, wordt de winnaar van het spel. Dus laten we maar eens gaan kijken wat er in de doos zit. Het spel is bedacht door Marc Major en wij krijgen de spelregels in het Nederlands en in het Frans. En die zijn overzichtelijk weergegeven, makkelijk om door te lezen. Met achterin nog eventjes een reference van de verschillende acties. Alle tegeltjes uitgelegd en alle kaarten uitgelegd. Nog een overzicht wat we kunnen gebruiken zonder de regels. Het speelbord zelf met daarop het ruimtestation en dat gaan we natuurlijk uitbreiden. De ruimte voor de nieuwe modules, het splicing lab, de working lounge, de 5 rondes, een puntenspoor en standaardacties die altijd beschikbaar zijn. Verder krijgen wij voor elke speler in zijn of haar kleur een character sheet waarop hij zijn goederen bijhoudt en waarop wat reference staan. De workers voor elke speler. De verschillende modules, componenten die we kunnen gaan splicen in onze werkers. De tegels waarmee we het ruimtestation kunnen uitbouwen. De extra bonuskaarten, geld en hamburgers. En verder hebben wij hier nog wat referentiekaartjes en wat startinkomstenkaartjes. Dat is wat we krijgen. En laten we maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit. Ik heb even een voorbeeld gedaan voor 3 spelers, waarbij ik maar voor 1 speler alles opgezet heb. Afhankelijk van de hoeveelheid spelers begin je met een x-aantal Chimera Workers. In een 3-spelerspel krijgt iedereen er 3. Je krijgt natuurlijk je eigen startblad, een overzichtje van de stappen, een puntenfiche om aan te geven als je het spoor een keer rond bent. En we wijzen willekeurig een speler aan met de startspelerfiche. De resterende workers zet je binnen handbereik, die kun je gaandeweg het spel verwerven. We leggen het geld binnen handbereik, de hamburgers, de verschillende componenten. We plaatsen hier een aantal tegeltjes, 6 stuks. En de rest van de tegels komen in een gesloten stapel te liggen. En hetzelfde geldt voor de voordeelkaarten, die schud je en je legt er 3 open. Tot slot beginnen we allemaal met 10 punten en dan zijn we klaar om te gaan spelen. Het doel is om de meeste punten te behalen. Degene die dat voor elkaar krijgt, wordt de winnaar. Dus laten we maar eens een potje gaan spelen. Voordat we gaan beginnen met het spel, krijgt iedere speler een startmiddelenkaart. Daar staan starthamburgers en geld op, of zelfs startgeld en een component, wat je dan al krijgt. Je moet even goed opletten, hier bovenaan staat vanaf hoeveel spelers de kaart in het spel komt. De startspeler, met dit fiche, de speler die daar rechts van zit, die krijgt deze kaart als eerste. Die mag gewoon kiezen van, nou, ik wil graag deze hebben. Dan tegen de klok in kiest de volgende speler eentje. En tot slot heeft de startspeler keuze uit wat er nog overblijft. Nou, laten we zeggen dat ik deze neem. Dan krijg ik de hamburgers en het geld, dat leg ik neer. En deze kaart kan ik 1 keer gebruiken om de reactor te spoelen. Daar kom ik nog een keer op terug. Het spel, zoals ik al zei, bestaat uit 5 rondes. In elke ronde doorlopen we 3 fases. De eerste fase is de plaatsingsfase. En in de plaatsingsfase ga jij jouw Chimera Workers op pad sturen om voor jou aan de gang te gaan. Er zijn grofweg 3 locaties waar ze naartoe kunnen gaan. Ze kunnen naar een van de locaties op het ruimtestation. Ze kunnen hier naar de Worker Lounge of ze kunnen hier naar de Splicing Lab.
De standaard locaties hier aan de zijkant van het bord, en deze die hier geprint is op het speelveld, die geven je verschillende mogelijkheden. Hier krijg je bijvoorbeeld 2 hamburgers, hier krijg je 3 muntjes. Wat je krijgt staat altijd hier onderaan in het wit vermeld. Als ik bijvoorbeeld nieuwe componenten wil kopen, dan kan ik die hier bij deze 4 kopen. Daar staat gewoon bij, voor 2 geld krijg ik een krap component, een rood onderdeel. Of voor 2 geld kan ik een gele kopen. En ik kan er ook 2 tegelijk kopen, maar dan moet ik 5 betalen. Dat dus zijn de acties die hier zitten. Gaandeweg het spel gaan we natuurlijk middels deze onderste actie nieuwe onderdelen toevoegen aan het ruimtestation. De kosten voor zo'n tegeltje die staan hier afgebeeld. Als je hem bouwt krijg je meteen de overwinningspunten die erop afgedrukt staan. En dit is dan de nieuwe eigenschap die beschikbaar komt. Dus als je hier een worker naartoe stuurt zodra die gebouwd is, dan kun je dit effect nemen. Oftewel, je levert een component in en dan krijg je 6 geld. Laten we zeggen dat ik wil beginnen met wat componenten gaan toevoegen. Elke component heeft een eigen speciale eigenschap en die staan onderaan jouw blad. De rode krapcomponenten geven jou de mogelijkheid om een andere worker weg te sturen. Want op elk vakje kan maar 1 worker staan. Dus als iemand hier die hamburgers pakt, ja, dan kan ik daar niet bij staan, want dan staat hij daar. Mocht ik mijn worker dus voorzien hebben van de krap uitbreiding, dus hij heeft een paar van die mooie rode klauwen, dan mag ik wel deze worker terugsturen. Zolang die even groot is als dat ik ben, dus 3 onderdelen hoog of kleiner. En een Chimera worker kan maximaal bestaan uit 4 componenten. Dus ik zou hier nog een keer een andere component aan toe kunnen voegen. Om nog een extra bonus te kunnen krijgen. Maar dat zijn de krapcomponenten. Als je de inktvis pakt, dan krijg je, als je van een actie hamburgers krijgt, een extra hamburger. Of als je van een actie geld krijgt, krijg je 1 extra muntje. Als jij een worker voorziet van deze blaadjes, dan hoeft die aan het einde van elke ronde niet gevoed te worden. Dan fotosynthesent die zijn eigen voedsel. En de laatste zijn de hersentjes. Als je de hersentjes aan een worker toevoegt en je plaatst hem ergens, krijg je meteen nogmaals de overwinningspunten die op zo'n locatie afgebeeld staan. Dat zijn de enkele eigenschappen. Mocht je een worker bouwen die bestaat uit 2 dezelfde componenten, dan versterk je eigenlijk de eigenschap. Dus als je een dubbele krap bouwt, zoals ik nu in dit voorbeeld doe, dan kun je letterlijk iedereen wegsturen van elke positie. Er is niemand die jou dan tegen kan houden. Heb je een dubbele plant Chimera, dan produceert die 2 voedsel voor je, dus dan kan die andere weer te eten geven. Heb je een dubbele inktvis, dan geeft hij naast de muntjesbonus, geeft hij ook nog componentbonussen. Dus als je met een dubbele inktvis op een actie gaat staan die jouw componenten geeft, krijg je er gratis 1 extra. Als je een dubbele brein bouwt, en die stuur je hier naar de command center. Normaal gesproken, als je hier een worker naartoe stuurt, krijg je 1 of krijg je overwinningspunten vanuit alle vakjes, alle onderdelen van het station waar andere spelers hun workers hebben staan. Dus als bijvoorbeeld dit het geval is, dan ga je kijken, hier staat 1 punt afgebeeld, hier staat 1 punt afgebeeld, hier staat niks. Dus ik krijg nu, als ik deze hier naartoe stuur, 2 punten. Workers van mijzelf, die leveren geen punten op als je hem hier naartoe stuurt. Plus je krijgt de startspelervisie. Heb je een dubbele brein en stuur je die hier naartoe, dan mag je de punten scoren van alle workers die geplaatst zijn. Dus niet alleen van je tegenstanders, maar ook die van jezelf. Dus dat is wat het dubbele brein doet. Dus in de plaatsingfase gaat elke speler, begint met de startspeler, een van zijn arbeiders op pad sturen om iets voor hem of haar te doen. Ik ga bijvoorbeeld beginnen, ik heb 2 burgers, aan het einde moet ik al mijn Chimera's te eten geven, dus ik heb er 1 tekort. Ik ga bijvoorbeeld beginnen met deze actie, krijg ik gewoon 2 burgertjes van. Nou, met de klok mee gaat de volgende speler, die kiest bijvoorbeeld geld. En groen kiest voor een upgrade. Ik kies vervolgens deze actie. Ik betaal in dit geval 2 muntjes.
En dan krijg ik een brein. Andere spelers weer. En tot slot kies ik hier een Splicing Lab actie. De Splicing Lab actie, dat is de enige manier, zolang er nog niks geknutseld in de ruimte is, wat anders zegt, om deze modules die ik gekocht heb in mijn workers te splicen. Daarvoor moet ik ze hier naar dit Splicing Lab sturen. En je ziet, er zijn maar 3 vakjes. Dus daar moet je wel snel bij zijn. Of je moet zorgen dat je van die klauwen hebt, zodat je andere mensen weg kan sturen. Overigens, als je klauwen hebt en je stuurt een worker weg, dan komt hij hier in de Worker Lounge terecht. Je kunt ook zelf ervoor kiezen om workers naar de Worker Lounge te sturen, want dan krijg je ofwel een muntje, ofwel een hamburger voor elke arbeider die je hebt. En heeft hij dus tentakels, dan krijg je dus weer die bonus plus 1. Maar ik stuur hem naar het Splicing Lab. Nou, zo gebruiken we allemaal onze workers. Zodra dat klaar is, gaan we naar de tweede fase. En dat is de Splicing Lab fase. De vakjes hier in het Splicing Lab zijn geletterd A, B en C. Als eerste gaat A. Die mag de worker die hij hier geplaatst heeft splicen. Nou, ik heb die brain erop gekregen. Dus dit wordt een brain worker voor mij. En zodra ik klaar ben met het splicen, mag ik deze worker gelijk weer activeren en ergens neerzetten op een van de beschikbare acties. Bijvoorbeeld, ik stuur hem hier naartoe. Dan mag ik nog een module gaan bouwen. Even kijken, ik heb 2 geld, dus ik ben een beetje beperkt. Nou, vooruit. Dan kies ik de gardens. Als je daar naartoe gaat, krijg je gewoon gratis zo'n groene module. En die mag ik ergens plaatsen aangrenzend aan het ruimtestation. Dus ik kan niet zomaar ergens in de ruimte plaatsen. Dan zien jullie een bonus afgedrukt staan. Hier krijg je weer zo'n gratis module. Je krijgt geld, hamburgers. En dit zijn overwinningspunten afhankelijk van de ronde. We zitten nu in ronde 1, dus dan als ik hem nu hier plaats, krijg ik er 1 punt voor. Wat wil ik graag? Doe maar zo'n krap module. Hoppata. Nou, andere mensen die splicen, die gaan dus ook splicen en die mogen hun arbeider ook gelijk weer ergens neerzetten. En in dit geval heb ik dus weer een actie beschikbaar gemaakt waar ze ook hun worker naartoe kunnen sturen. En als er niks beschikbaar is, kun je altijd naar de worker lounge gaan. Nadat alles gespliced is, gaan de worker lounge heel leeg halen en krijg je muntjes of hamburgers en je mag kiezen per worker. Dan gaan we naar de laatste fase, dat is de voedingsfase. Elke worker die je hebt, die haal je terug. Dus die zet je weer terug op je ruimtestationnetje. En dan geef je ze te eten. Ze eten allemaal 1 hamburger. Ik heb er 3, dus dat kost me 3 hamburgers. En die gaan weer terug naar de algemene voorraad. Maakt niet uit hoe groot ze zijn. Ze eten 1 hamburger. En als je dus inderdaad die blaadjes eraan toevoegt, dan hoef je ze geen eens meer een hamburger te geven. Heb je niet genoeg voedsel? Dus ik heb bijvoorbeeld maar 2 hamburgers. Op het moment dat ik ze te eten moet geven, nou, dan moet ik sowieso al mijn hamburgers betalen. En voor elke hamburger die ik tekort kom, moet ik een component weghalen uit een van mijn workers. En die gaat weer terug naar de algemene voorraad. Dus dan worden ze gewoon zwakker. Dus dat moet je even opletten. En mocht zelfs dat niet kunnen, dus ik heb te weinig voedsel en ik kan ook geen componenten uit workers slopen, dan verlies ik 2 punten per worker die ik niet te eten kan geven. En dan gaan we naar de volgende ronde. We halen dit fiche weg. We halen de bovenste tegel van deze zijde van het ruimtestation weg. En zodra de laatste tegel weggehaald wordt, dan betekent dat je ook hier zo'n command actie kan doen, waardoor je punten kan scoren voor al die workers die overal staan. Maar dat moet nog eventjes opgefrist worden, dus dat duurt een paar rondes. En dan gaan we verder. De startspeler beweegt in principe niet. Tenzij iemand deze actie kiest en daarmee kan hij dus de startspeler tegel naar zich toe trekken. Wat ik nog even belangrijk vind om uit te leggen is de reactor hier onderaan. Telkens als je iets bouwt komt er een plaats vrij in de reactor. De rest schuift door naar rechts. Langzaam raakt deze reactor natuurlijk leeg. Je kunt met een worker de boiler room actie nemen. En dan krijg je een bonus afhankelijk van de worker die je naartoe stuurt. Dus als ik bijvoorbeeld deze worker er naartoe stuur, dan zie ik dat ik voor elke brein component 2 punten krijg. Stuur je er iets met bladeren naartoe, kun je hamburgers krijgen. Stuur je er iets naartoe met klauwen, dan kun je daar muntjes voor krijgen. Dat staat hier. Plus ik krijg eventuele bonussen van de reactor. In dit geval zie je geen bonus afgebeeld. Maar mochten er meer tegeltjes weggenomen zijn, als ik hem nu bijvul, krijg ik een overwinningspunt, een hamburger en ik krijg een muntje. Dan pak ik de stapel gesloten tegeltjes. Die plaats ik gewoon weer in de reactor, zodat die weer vol komt.
En hoppata, wij hebben weer een nieuwe reeks aan gebouwen. Of eigenlijk componenten die we kunnen toevoegen aan het ruimtestation. Dus dat is deze actie. Nou, we hebben allemaal aan het begin van de kaart zo'n startmiddelenkaart gehad. En die kun je spoel de reactor mee doen. Dat betekent dat je alle kaartjes weghaalt en je legt weer nieuwe kaartjes terug. Daar krijg je geen bonussen voor, maar dan kun je eventjes het aanbod verversen. In de volgende ronde, ronde 3, krijgt elke speler een onderzoekspuntje. Het onderzoekspuntje wordt toegevoegd hier aan je research track. Het is ook een researchpuntje. Het vakje waar die opkomt is wat je krijgt. In dit geval krijg je zo'n kaart. Je mag zelf kiezen. Hier krijg je een extra worker. Hier krijg je weer een kaart, extra worker, extra kaart, 2 componenten naar keuze, 8 punten. En die 8 punten, dat elke keer als je er nog eentje bij zou krijgen, krijg je weer die 8 punten. Dus dat is een spoor wat je ook kunt ontwikkelen. Daar zit hier voor de actie. En er kunnen meer acties komen. Maar in ronde 3 en ronde 5 krijgen we sowieso gratis een stapje op dit spoor. Daarnaast, vanaf dit moment, ronde 3... elke tegel die je bouwt, krijg je de punten die erin afgedrukt staan, keer 2. Dat is in ronde 4 ook zo. En in ronde 5, elke keer als je iets bouwt, krijg je de punten die erop afgebeeld staan, keer 3. Dus dan wordt zo'n gebouw van 3 punten opeens 9 overwinningspunten waard. Verder zie je bij ronde 3 en ronde 5 3 kaarten afgebeeld. Dat betekent dat we nog meer kaarten in de markt gaan leggen. Dus vanaf ronde 3 liggen er 6 kaarten waar je uit kan kiezen. En vanaf ronde 5, de laatste ronde, liggen er zelfs 9 kaarten waar je dus uit kan kiezen. Die kaarten geven of eenmalige bonussen of permanente bonussen. Daar ga ik verder niet te diep op in, dat staat keurig uitgelegd. Zodra de laatste ronde voorbij is, gaan we kijken naar de eindscore. Voor elke 2 hamburgers die je aan het einde van het spel nog hebt, krijg je een extra punt. Voor elke 3 geld die je aan het einde van het spel hebt, krijg je nog 1 extra punt. Voor elke 2 componenten die je hebt, of ze nou hier nog liggen in je voorraad of in jouw workers verknutseld zijn, krijg je ook nog 2 punten. En sommige voordeelkaarten hebben hier onderaan nog punten afgebeeld die je aan het einde van het spel gaat krijgen. Dat tel je bij elkaar op. En degene met de meeste punten is de winnaar van Chimera Station. En zo wordt het spel gespeeld. Ik moest in het begin even wennen aan de vormgeving van Chimera Station. Het is aan de ene kant een vrolijk artwork, maar aan de andere kant, als je kijkt naar al die tegeltjes, dan zijn dat best kleine symbooltjes die weergeven wat de actie is. Met daarboven natuurlijk een afbeeldingje van het onderdeel wat je gaat bouwen. En dat voelde een beetje druk en onrustig aan. Dus dat was voor mij even inkomen, maar zodra ik begon te spelen, kwam ik erachter dat het spel eigenlijk niet zo moeilijk is. Gebruiken symbolen, zodat je eigenlijk geen een taal onafhankelijk spel creëert. En alle verschillende tegels staan uitgebreid uitgelegd in het spelersboek en op de reference kaart. Dus dat maakt dat de acties eigenlijk heel simpel zijn. En zodra je een beetje speelt, kom je erachter dat niet de moeilijkste acties zijn en dat de symbolen eigenlijk logisch zijn. En dan ga je vervolgens lekker spelen en dan bemerk je dat het eigenlijk wel een hele listige worker placement is. Je hebt natuurlijk gewoon je workers waarmee je de acties op het bord kan doen, niets bijzonders daar, maar je gaat die workers splicen. Je gaat ze nieuwe eigenschappen geven, je gaat daarin combinaties maken, misschien een combinatie van ik hoef hem niet te eten te geven en ik kan er andere workers mee weggooien of ik ga mijn productie verbeteren en ik ga er overwinningspunten mee scoren of ik geef elke worker juist zelf een andere module om mee te knutselen en daarin zul je meteen merken dat de spelers hun eigen richting op gaan waardoor je allerlei verschillende strategieën krijgt op eenzelfde bord in eenzelfde potje en dat is heel erg leuk. Ook de verschillende modules die je kunt toevoegen aan het ruimtestation bieden nog een extra laag waar je gebruik van kan maken. De eerste keer zullen er misschien niet zo heel veel gebouwd worden, maar als je het meer speelt zul je merken dat je hier echt hele leuke dingen mee kan doen en dat die basisacties eigenlijk leuk zijn, maar dit is veel machtiger.
Maar het mechanisme werkt erg gaaf. Ik vind het leuk dat je een worker kan bouwen met van die kraphanden, waardoor je andere mensen weg kan stuiteren. Die mensen gaan naar de worker lounge, dus die krijgen sowieso daarvoor nog weer een burger of een muntje. En als die tentakels heeft, krijgt hij meer. Dus helemaal verloren is het niet, want hij heeft de actie al uitgevoerd en hij krijgt nog iets extra's. Dus dat soort afwegingen, daar ga je mee spelen. En ook welke acties laat je vrij. Als iemand een worker heeft met twee van die hersentjes en hij gaat naar een van die command hubs, dan kan hij daar bruut veel punten mee scoren als het hele bord vol staat. Dus ook daar zul je moeten zeggen van ja, misschien moet ik die actie dan maar gaan blokkeren. Dat soort leuke interactie, dat soort conflicten maken Chimera Station tot een ontzettend grappige worker placement die iedereen heel erg naar het bord toezuigt. En dat zorgt ervoor dat je lekker met z'n allen aan het spelen bent. Natuurlijk ben je aan het knutselen voor jezelf, maar je bent met z'n allen hier op dit bord bezig en aan het kijken van nou, wat voor strategie kan ik uitknokkelen. Want je kunt zien hoeveel workers iedereen heeft. Je kunt zien wat voor componenten die klaar heeft liggen. Hoeveel geld, hoeveel burgers, eventuele bonuskaarten. Dus er is niks verborgen. Dus je kunt een beetje gaan kijken of je kan inschatten wat iemand van plan is. En dat dwarsbomen of gewoon je eigen doelen zetten en daar naartoe werken. Dus dat maakt dit spel gewoon super leuk, super interactief. En alles bij elkaar vermaak ik me uitstekend met deze worker placement. Het heeft een leuk element door het zelf aanpassen van je workers. Geeft het net weer even een ander gevoel. Het geeft je nieuwe mogelijkheden. En je zult af en toe ook weer onderdelen moeten opofferen. Ofwel om vooruit te gaan op een spoor of een andere actie. Of omdat je te weinig eten hebt. Dus ook dat wisselt hier en daar. En die keuzes, ja, die houden het interessant. En daarnaast, omdat het spel maar 5 rondes speelt, gaat het ook nog eens een keer vrij vlotjes. En dat maakt alles bij elkaar Chimera Station tot een zeer degelijke worker placement met een paar hele leuke, interessante mechanismes die heel goed werken en iedereen lekker bij het spel betrekken. En vandaar ook dat Chimera Station van mij een dikke 3 sterren. Spellenzolder.